Ah, de boerenburger die smaakt altijd goed, dus. Dus dat... Hij maakte de komst van de viandel, picanto en chasselik mee. Maar vandaag, na 51,5 jaar, stopt Toon Hendricks met werken in de cafetaria. Toon gaat, tot groot verdriet van zijn klanten uit Elst, met pensioen. Ja, het is een hele rustige man, altijd een hele fijne collega geweest. Je kunt altijd op hem bouwen en ik vind het jammer dat hij weggaat. Op zijn laatste werkdag staat Toon Hendricks niet achter de frituur, maar maakt hij de broodjes in orde. Bizar, noemt hij het zelf, dat hij 51,5 jaar in cafetaria Hendricks in Elst heeft gewerkt. Hij bleef vanwege het contact met zijn klanten. Ik heb vroeger wel eens op de kokschool gezeten. Heb ik een half jaar in een restaurant gewerkt, maar dat beviel me toch niet zo. Dit is veel leuker. Als kok sta je alleen maar in de keuken achter en je ziet verder niemand. En hier sociale contacten met de mensen en klanten. Met die jongens onder elkaar, altijd leuk. Dat is het geheim van de cafetaria. Ik denk het wel, ja. Ja, die hebben de input liever. Hè? Toon? In ieder geval bedankt voor alle goede jaren. Ja, één dag. Wat lekker gegeten. Wat maakte die het beste? Ah, de boerenburger die smaakt altijd goed. Je gaan missen dan? Ja, we moeten maar even kijken of de kwaliteit wel zo blijft, ja.